Triple H maakt zijn Raw return. Had een segment over dat hij zeg maar, niet meer de oude wil zijn en zo. Daarvoor had nog Rollins had hem nog uitgedaagd. Rollins interrupte uiteindelijk en werd aangevallen door Samoa Joe. Die maakt zijn debuut. En valt Seth Rollins aan. En wat blijkt dat, Seth Rollins nou injured is. Dus we hebben drie onderwerpen om te bespreken. Sowieso interessant dat op de dag hiervoor hebben we nog de WrestleMania Fantasy Booking Cards video's gemaakt. Die staan waarschijnlijk online al. Dus ja, dit is een interessant onderwerp, omdat we allebei, allemaal volgens mij is Triple H tegen Rollins sowieso verwachten op Mania. Dat is nou nog niet zeker, omdat het gaat erom dat het waarschijnlijk langer gaat duren dan dat nog tijd is voor WrestleMania. Dus Rollins mist waarschijnlijk WrestleMania. Triple H in return was ook de bedoeling om een match te hebben op Mania. Dus wat gaan ze nou doen? Dat is de vraag. En Samoa Joe debuut als een heel. Dus dat is ook weer ook de reden dat hij niet in de Rumble zat. Anders zou hij een face reaction krijgen. Dus dat snap ik ook enigszins wel. Alleen nou, ik denk dat hij tegen Rollins op Fastlane zou gaan. En wat hij daarna gaat doen, dat weet ik ook nog niet zeker wat ze van plan zijn. Maar dan ga ik de kant op naar jullie toe. Wat vond je sowieso van deze segment? En ja, wat is jullie mening, reactie, antwoord op deze situatie en vragen eventueel? Victor, ga je gang. Ja, hi, ik ben er ook. Leuk dat je ons even voorstelt, by the way. Jesper is er ook. Hallo Jesper. Hey! Hey. Je was zo enthousiast, je bent helemaal vergeten te vertellen dat wij er ook zijn. Ja. Ja, gewoon. Ja, ik snap het. Fuck off. Ik ben een Milhouse. In ieder geval. Laten we bij het begin beginnen. Dus Triple H die returns. Top. Samoa Joe's debuut, top. Achteraf gezien snap ik het allemaal wel. De Rumble. Het is gewoon op het moment zelf dat je denkt van, ah, oh, is toch jammer, weet je wel. Je hoopt dan toch stiekem dat het iemand anders is. Als hij heel is, dan moet je hem ook niet in de Rumble hebben natuurlijk. Nee. Gaat goed, Jesper? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, het lijkt alsof je slaapt. Nee. Oké. Okay. Ja, zo komt het over. Rollins die geïnjured is. Why? Why take this away from us? Damn it. Het is gewoon heel kut. En ik baal er ook echt van, want ik wil echt heel graag Seth Rollins tegen Triple H. En ik weet niet wat ze nu moeten. Als het zo kan zijn dat Rollins op tijd terug is, dan juich ik dat zeker toe. Maar ja, aan de andere kant wil ik ook niet. Dan dat ze het gaan rushen en dat hij over een maand weer op de show zit. Dus ja, als het niet gaat gebeuren, dan gaat het niet gebeuren. Het is heel simpel. Ja, dan schedule dan maar gewoon voor SummerSlam, hoor. Ik ga dan niet zo moeilijk zitten doen, hoop ik. Ja. Want zo blijf je bezig. Samoa Joe, die debuut. Is fantastisch. Hij is heel op Raw, prima. Prima, niks mis mee. Oké, Jasper. En jou ja, ik ben nu wel benieuwd als Seth dadelijk uit die picture valt, wat ze dan met Triple H gaan doen. Want hij heeft blijkbaar aangegeven dat hij toch wel graag die match heeft. Of nee, dat hij in ieder geval graag een match heeft. Ja, en als Seth het niet wordt, welke opties blijven er dan nog over? Ik weet niet of jullie daar al over nagedacht hebben. Nou, het leukste wat mij lijkt, het is sowieso niet dat ze het gaan doen. Maar het is gewoon het storen en volgen gewoon. Dat Triple H alleen een match heeft zodra Rollins hem challenged. En als dat op SummerSlam is, dan doe je dat op SummerSlam. Dan mis je gewoon Mania. Maar dat doen ze sowieso niet. Maar in principe heb ik het idee dat op dit moment, vergeleken met vorig jaar, hebben ze meer dan genoeg talent om die Mania card vol te hebben. Als ze Triple H niet per se nodig hebben, mocht deze mensen niet doorgaan.
Dus ik zou het leuk vinden, maar ik zie ze toch Triple H een match geven. Maar dan zou het me... Het enige wat me dan zorgen maakt is dat het waarschijnlijk of te random is of gewoon niet zo spetterende opbouw of zo. Ja. Want je moet iets... Moet nou weet je, als ik het zou mogen boeken, ik had Triple H gewoon afgemaakt. Ja, ja, maar dat gaat... Dat is het hele simpele dan. Met de storyline die ze zijn gegaan, maakt juist eigenlijk... Ja, waarom zou die ineens een andere match hebben? En tegen wie überhaupt? Want de enige plannen die ik hoor is versus Joe. En dan denk ik van, ja, hallo. Hij komt juist net om... Wil je Joe nou van in 2 maanden van een heel lange feest laten gaan? Is hij een mini Big Show? Dat kan niet. Nee, dat zou belachelijk zijn. Kijk, als je... Het schijnt dat Triple H gewoon puur wil wrestelen omdat dit in Orlando zit en NXT bla bla bla. Maar dan denk ik van, ja hallo. Als jij Triple H zou moeten weten dat als hij gewoon geen goede opponent heeft, dat hij dat ook gewoon niet moet doen. Nee. En de star power van Raw en SmackDown is groot genoeg om het gewoon te doen zonder een Triple H. Tuurlijk. Dus het is gewoon puur omdat hij feud met Rollins moet komen om Rollins te establishen als een top face. Want dat is hij gewoon niet. Hij is een tweener at best. Want hij is gewoon niet volledig face. Hij krijgt niet de volledige face reactie. Ja, die krijgt hij wel, maar hij... Het moet meer zijn, zeg maar. En dat het gewoon omdat zijn hele face turn verneukt is. Ja, kijk... Op zijn minst, als hij dan terugkomt, pak het dan meteen goed aan deze keer. En ga niet moeilijk zitten doen. Alsjeblieft. Nee, want weet je wat het is? Als hij nu injured is en hij mist Mania, hou hem dan maar gewoon van tv af totdat je gaat ophouden naar die Triple H match. Dat heeft geen zin om hem te laten terug laten komen in mei. En dan een paar weken niks doen en dan Triple H shoot. Terug Triple H shoot, klaar. Niet eerst dat anderen gaan doen. Nee. Dat zou de beste reactie krijgen, dat zou het beste zijn om hem als face terug te doen. Vind ik. Ja. Weet je wat, doe precies hetzelfde als wat ze deden met Heyman. Weet je wel? Gewoon elke week Triple H na Mania uit laten komen en braggen over hoe die Seth Rollins een scaredy cat is en injured, et cetera, weet je wel? En dan op een gegeven moment, als je het gewoon niet verwacht, omdat hij het elke week tot ineens Rollins komt, weet je wel? Dat zou ik leuk vinden. Hij hoeft echt niet elke keer een 20 minuten promo te zijn, weet je wel. Gewoon even backstage, weet je wel. Met Stephanie of zo. Weet je nog dat ze volgens een match tegen mij wou. En toen komt ze met Joe. Hahaha. Wat een sukkel. En nou is hij injured. Dat komt allemaal door mij. Ja, I'm the master. I'm the game. Blablabla. Maar goed. Ja, voor de rest, het was heel promising. Samoa Joe is nog steeds promising, though. Maar ik zou ook niet weten wat ze met hem moeten doen op Mania. Ja, nee, ik heb wel een idee. Dat staat in card prediction. Mijn ook. En, ja. Maar, ja, goed. Wat zijn dan wat wil je zelf erover zeggen, Brian? Wat wil je er zelf over zeggen? Ja. Ik weet niet. Ja, ik weet niet. Sowieso had ik... had ik wel Joe op Raw verwacht. Maar... Niet op deze manier eigenlijk. En met name nu vooral met die injury, zeg maar, dan houdt het daar ook helemaal op. Het is niet per se dat die Triple H aanleidt. Het is meer Samoa Joe die er aanleidt. Want wat nou next? Ja, want ik las heel veel mensen ook op Facebook die zeiden van Joe versus Rollins Fastlane. En ik dacht, fuck yeah, Joe versus Rollins Fastlane, kom maar. Maar ook heel veel mensen die zeiden, oh ja, Rollins gaat winnen van Joe. Nee. Ik vind, ben je wel lekker of zo? En dat zie ik Nederlandse fans ook zeggen. En dan denk ik van, jongen, ken je WWE niet? Ik snap wel dat je denkt dat Rollins momentum nodig heeft voor Armenië, maar juist hem laten verliezen. Hij heeft veel meer dat underdog-achtige eventueel dan dat Reigns dat heeft. Had. Vorig jaar, weet je wel, als ze met Reigns hadden proberen te doen. Kijk, als ze dat met Rollins zouden doen, zouden mensen zoiets hebben, oké, maar je weet hoe dat met Reigns ging. Maar, ja, met Rollins zouden ze dat prima kunnen doen. Samoa Joe moet absoluut niet zijn eerste pay-per-view match gaan verliezen.
Of, voor mijn part is het door Triple H interference. Kan mij het schelen. Ja, ik denk gewoon... Ook prima. Even moeten kijken wie ze voor Samoa Joe kunnen boeken, inderdaad. Nou, ik hoopte... Ja, nu weet ik niet hoe ze het willen gaan doen. Maar ja, ik hoopte dat als Wallace er nog was, dat gewoon... Een one-time ding was, weet je wel, dat ze na Fastlane gewoon, dat ze gewoon zijn eigen ding. Nou, kijk. PC vastzit aan de 40, zoals Rollins. Ik vind het natuurlijk wel een optie. Als je kijkt dat daar, kijkt dat er misschien ook een Raw Smackdown segment moet komen, of een match moet komen op WrestleMania. Ja, daarvoor zou je nu Joe kunnen gebruiken. En dan eventueel hoop tegen Cena nog steeds. Ja, dat kan. Maar ja, het gaat er allemaal om of Triple H wel of niet gaat wrestlen. Ja. Nee. En ik mag toch hopen dat ter goede van de product Triple H zoiets heeft, ik ga niet wrestlen. Want als Triple H wel wrestelt, en dan maakt het niet uit tegen wie het is. Gewoon kayfabe houden. Kayfabe precies, maar ook gewoon puur, want als hij gaat wrestlen, het gaat echt zijn problem met zijn program met Rollins hurten. Het gaat echt zeer doen, program met Rollins. Ja, want als hij de ene week zegt van, ik wil niet terug naar de oude Triple H, dus ik wil geen match met Rollins, om de week daarna iemand te challenge ofzo, of iemand die hem challenge, en dan wel wil accepteren, omdat Rollins injured is, dan breek je gewoon kayfabe in principe. Ja, precies.